allemaal, jongens en meisjes en alle kijkers thuis. Zullen we er even naar zwaaien? Hallo! Ja, waarom zijn wij nou hier? Allemaal bij elkaar. Om een film te kijken van de intocht. En waarom nog meer? Josje? Omdat Sinterklaas komt. Omdat Sinterklaas komt. Ja, dat hopen we wel, hè? Ja. Want ja, dat moeten we wel afwachten. Want het gaat niet altijd even makkelijk, toch? Dat moet. Dat moet. Oh. Moest hij varen. Hoe kunnen we Sinterklaas nou naar hier krijgen het beste? Zingen. Zingen? Ja. Weet jij dan een liedje pleun? Ja. Welke? Sinterklaasje, kom maar binnen. Sinterklaasje, kom maar binnen. Kunnen we die allemaal meedoen? Ja. Oké. 1, 2, 3. Sinterklaasje, kom maar binnen met je klep. Want we zitten allemaal even recht. We zitten als een spieker. Even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. Hier is Sinterklaas. Die heeft ons snel gevonden. Dag, lieve kinderen. Uiteindelijk heb ik het toch gevonden. Het struifhuis in Liende. En de Sint die had nog even tijd, want die hoorde dat er van de intocht, en dat hebben jullie allemaal gezien, denk ik, hè? Ja. Dat daar een filmpje van gemaakt was. Ja. En de Sint die dacht, dan ga ik toch eens kijken. Nou, en ik ben heel benieuwd. Dat is fijn, Sinterklaas. Hallo, dag. Hallo, dag, ik heb hier een mooie stoel voor jou neergezet. Oh, wat gelukkig. Want ik ben toch wel een beetje moe, hè, lieve kinderen. Ja, dat geloof ik wel. Ik had net gevraagd of er al veel kinderen hun schoen hadden gezet. En ze staken allemaal hun hand op. Oei, en zelfs één iemand had 4 cadeautjes gekregen. Dus volgens mij heeft u het heel druk gehad. Ja, zeker wel. Ja, dus u bent blij dat u nou even kunt zitten. Ik ben blij dat ik even kan zitten. En weet je wat leuk is? Het is zo'n fijne stoel ook nog. Hè. Kijk, nou dat horen we graag, hè. Het veert een beetje, hè, die stoel. Ja. Oh, wat leuk. Nou, Sinterklaas, wij waren eigenlijk heel benieuwd of u wel zou komen. Ja. Hè? Want daarom waren wij een liedje aan het zingen. Oh. Maar Sinterklaas was volgens mij in de buurt. Ja, die was in de buurt. Ja. Hoorde u ons zingen? Ik hoorde hem zingen. Ja, was het een beetje goed? Heel prima. Ah, gelukkig. Zongen, lieve kinderen. Gelukkig. Heel goed. Hé, hey, Sinterklaas, hier zitten een aantal kinderen. Speciaal voor u. Zijn speciaal naar hier gekomen, hè? Voor Sinterklaas. Ja. En dan zijn er een paar kinderen bij die hebben iets gemaakt voor u. Och, dat vind ik leuk. Zou iemand vast iets mogen geven? Ja, natuurlijk. Ja? Sophie, wil jij als eerste komen? Ja? Kom maar eens. Mag jij aan die kant naar Sinterklaas komen staan? Of kom maar bij mij staan. Kom maar hier staan. Nou, Sinterklaas, Sophie, vertel maar eens wat jij gemaakt hebt. Een Piet. Piet, ik zie het. Voor Sint en Piet van... Heel leuk. En mag ik die mee naar Spanje nemen? Ja. Want ik heb een plek op mijn muur in mijn kasteel. En ik vind dit zo'n lieve Piet. Hij zegt wel niks, maar dan zie ik hem toch, hè. Heel fijn en heel hartelijk dank, Piet. Ik vind dat hij een mooie neus heeft, Sinterklaas. Ja, hebben jullie dat gezien, kinderen? Ja. Die neus van die zwarte Piet. Kijk maar eens. Kunt u hem even omdraaien, Sinterklaas, naar de kinderen? Oh ja, natuurlijk. Kijk. Wat een leuke neus. Hier, zie je dat? Het is echt een wipneus. Heel hartelijk. Nou, goed gedaan, Sophie. Kijk eens, Sophie. Zwarte Piet heeft nog iets voor jou. Nou, er zijn er wel heel veel. Kun je er allemaal op, Sophie? Wil je delen met mij? Opeten! Nee, dat zou ik ook niet doen. Hey, Sinterklaas, Sophie heeft nog een broertje, Matthijs. Oh ja? En die heeft ook iets voor u. Matthijs, kom eens. Is dat Matthijs? Och, wat een lief mannetje. Blijf maar eens even om, Matthijs. Wat heb jij gemaakt voor Sinterklaas? Sinterklaas. Sinterklaas. En een pietenhuis. En een paard. Oh, wat leuk. In een slinger, of niet? In een slinger, hè. Die kan ik mooi ophangen ook. Dus kan hij mooi het paleis mee versieren. Ja. Moet toch eens kijken. Ja, Sint, mooie zo kinderen. Moet je... Mooi, hè? Mooi geknutseld, Matthijs. Goed gedaan. Matthijs, mooi bedankt, hè? Wil je hem weer meenemen? Neem hem graag mee. Oh, kijk. Dan moet hem wel bij de schoen zetten, hè? Zul je dat doen? Heel fijn, mooi. Heel fijn. Kijk, en Matthijs krijgt ook van pepernoten. Oh, ja. Ik had nog pepernoten.
Ja. Oh, je had al pepernoten hoor, dan nou nog meer. Ja. Dadelijk wel allemaal mee in huis nemen, goed? Ja. Niet verliezen, hè? Hé, hey, Sinterklaas. Ja. Bijna 2 weken geleden, weet u het nog? Ja, ik weet het nog. Ja, ik weet het nog. Wat een gedoe weer, hè, met die bakkers Piet. Nou, Piet Bakker. Oh. En de echte Jos Bakker. Ja, nou. Hij had zich weer vergist, hè. Weet jullie nog wat er gebeurd was? Ja. Ja? Wat was er gebeurd, Josje? Piet Bakker had hele grote pepernoten gebakken. Ja, die waren veel te groot, hè? Ja. Hij had niet goed geluisterd naar jou, hè, of Piet? Hij had veel te grote pepernoten gebakken. Waardoor dat we niet genoeg pepernoten hadden voor jullie. En Sinterklaas, dat was best vervelend. Dat was heel vervelend. Maar gelukkig... Jos de Bakker, die loste dat op, hè? Ja. Die wist al dat het fout ging. Ik zie hem nog aangefietst komen met die mooie bakfiets vol met pepernoten. Ja, hebben jullie ooit zoveel pepernoten op zijn fiets gezien? Ik niet. Ik vond het hartstikke mooi om te zien. Mooi hoor. En volgens mij zijn ze bijna allemaal opgegaan, of niet Sinterklaas? Allemaal op. Nou, kijk. En volgens mij heeft hij ook alweer nieuwe gebakken, want ik zie er hier weer genoeg liggen. Ja. Ja. Hey Sinterklaas en Zwarte Pieten en kinderen, zullen we eens naar de intocht gaan kijken? Want hij is opgenomen. Ik ben heel benieuwd. Ben je heel benieuwd, Sinterklaas? Hoe die film uit zal zien. Nou, dan gaan we daar eens even naar kijken. Goed? Ja. Beste Pieter, er is iets aan de hand met de Nederlandse kinderen. De Nederlandse kinderen worden steeds groter. Daarom moeten wij ook steeds groter snoepgoed maken. Er zijn verschillende snoepfabrikanten die al zulke chocoladerepen maken. Ja, lekker! Oh, Pieter. We moeten eerst eens bedenken wat we met ons eigen snoepgoed gaan doen. Normaal in Liemde bakken we alleen al 1000 kilo pepernoten. Moeten we daar nou 2000 kilo van gaan maken? Nou, beste hoofdpiet, volgens mij is het niet de bedoeling dat we de Liemse kindjes meer laten snoepen, maar dat we de pepernoten groter maken. De pepernoten groter maken? Leg eens uit, Pietje, precies. Nou, beste hoofdpiet, de pepernoten die we nou hebben zijn zo klein dat je er nauwelijks op hoeft te kauwen. Hop, slik. Weg! Ja, hop, slik, weg! Het is niet de bedoeling dat we de Liemse kindjes meer laten snoepen, maar volgens mij is de bedoeling dat we nu juist grotere pepernoten gaan maken. Dus we moeten grote pepernoten maken. Dus we moeten de pepernoten groter maken. Ja, groter. Zeker grote pepernoten. Mooi, dat is dan geregeld, Piet Bakker. Jij maakt dit jaar hele grote pepernoten, maar denk erom, groot. Maar niet meer dan 1000 kilo samen. Overdaad, dat schaadt, Bakkermans. Oké. Okay. Tja, waarom moeten die vergaderingen nou altijd als ik mijn middagdutje doe? Kijk, als bakker werk je 's nachts en slaap je overdag. Eigenlijk heb ik helemaal niks van die vergadering meegekregen. En ik durf het ook echt niet te vragen wat er nou echt besproken is. Als bakker ben ik alleen maar moe overdag. Het enige wat ik nog weet, is dat ik grote pepernoten moet maken. Die niet meer dan 1000 kilogram mogen wegen samen. Wacht eens, eigenlijk is het heel simpel. Als ik nou 2 grote pepernoten maak van 500 kilo, dan heb ik pepernoten die niet meer dan 1000 kilogram wegen samen. Halleluja, ik heb het idee. Dit is precies wat Hoofdpiet en Pietje precies van me vragen. Ik ga meteen aan de slag. Appeltjes van oranje, appeltjes van de...
Sinterklaasje, rollen, 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 gooi wat in mijn... Bakker Piet, ik wil jou wel meehelpen met pepernoten bakken. Dat kan ik heel erg goed. Een beetje meel, een beetje gist. Dit is specialistenwerk, dit moet ik zelf doen. Oké, Bakker Piet. Een beetje meel en een beetje gist, of dat ik nog niet wist. Een pepernoot van 500 kilo. Dat kan nooit goed gaan. Wil je die van binnen gaar krijgen, dan is die aan de buitenkant niet meer te eten. Het gaat om de juiste verhouding meel en gist. Maar goed, ik heb geen ervaring. Misschien moet ik toch maar alvast een plan B klaarleggen. Nog een half uur en dan zijn mijn XXL pepernoten klaar. 500 kilo per stuk. En dan zijn ze knapperig en krokant. Ik ga de andere Piet halen om het te laten zien. Goed zo, Piet Bakker. De pepernoten zijn mooi op tijd klaar, want zondag is de intocht al. Nee, het zijn maar twee noten. Ja, maar ze zijn wel groot. OMG, oftewel, oh mijn god. Ja, maar ze zijn toch 500 kilo elk? Welk? Luister eens, Piet Bakker. Het gaat hier om strooigoed. Strooigoed. Hoe wil jij pepernoten van 500 kilogram strooien? Ja, maar... Niks te jaar maar. Maar oh, Piet. Laat ze eens proeven. Pablo. Proef, Pieter. Verschrikkelijk! Verschrikkelijk! Die noot is zo hard, daar kom ik niet doorheen. Die noot is zo hard, ik kom er niet doorheen. Om hem gaar te krijgen, moest ik hem wel zo krokant bakken. Oh help, waar haal ik nou in godsnaam nog pepernoten vandaan? Dit is werkelijk verschrikkelijk. Nou, beste Hoofdpiet, ik heb uitgerekend dat als we nou beginnen met nieuwe pepernoten maken, dat we 5 minuten voor de intocht klaar zijn. Dit kan echt niet. Ja, dit is verschrikkelijk. Piet Bakker, hoe kun je ons dit aandoen? Ik dacht dat jij als bakker alle verstand had van bakken. Maar had op zijn minst even gegoogeld of iemand erbij gehaald die je kon helpen. Ja, maar jij plant altijd vergaderingen als echte bakker. Pietje, wacht maar. Ik wist dat het verkeerd zou gaan. Het heeft nou echt geen zin om te zwarte pieten. Als we nou op tijd beginnen, dan zijn we precies op tijd klaar. Ik heb nog wat pepernoten in voorraad liggen. Maar dat is maar een klein beetje en dat is alleen genoeg voor het begin van de optocht. Als Sinterklaas op het bordes staat, moeten we de nieuwe pepernoten hebben. Dus nu aan de slag. Oké. Goed jongens, het ziet er goed uit. Ja, dat is goed. Maar als er maar één Piet is en we hebben Bakker Piet, dan zijn er 2 Pieten voor die grote pepernoot. Toch? Nou, ik weet het niet. Maar volgens mij had Sinterklaas al zijn Pieten meegenomen. Oh, 10 Pieten. Een groene, een gele en een groene. Oh, dan weet ik zeker dat dat goed komt. En een rode? Een groene, een paarse, een rode, een blauwe. Heel veel! Hey, Bakker Piet, ik heb me laten vertellen dat de Hoofdpiet vandaag een paars pak aan heeft. En dat is de enige met een paarse pak. Ja, alleen de Hoofdpiet heeft een paarse pak. Die is anders natuurlijk. Die heeft een heel mooi speciaal pak. En die is speciaal verliemd. Die speciaal verliemd, paars. Nou, ik ben benieuwd of dat dan ook de Hoofdpiet is, toch? Komt hij al dichterbij? Volgens mij wel, want ik zie zoveel kinderen kijken. Ja?
Ja, hier is al één Pietje. Oh, en ik zie er meer. De wind waait door de bomen. Ja, het is echt een liedje. Hoor de wind waait door de bomen. Dat is heel toepasselijk nu. Ja, daar hebben we de fanfare. Zien jullie Sinterklaas al zitten? Ja. Hij is toch niet de verkeerde kant op gegaan, hè? Zie je hem wel? Oh ja, nou zie ik hem ook. Nou, welkom Sinterklaas. Ik heb een microfoon voor u. We zijn heel blij, als het goed stutje val, we zijn heel blij dat u weer in Liemde aanwezig bent. Maak een heel groot applaus voor onze Sinterklaas. Hoe is het Sinterklaas? Heel prima, maar ik ben zo blij dat ik weer in Liemde kan zijn. Is dat toch een leuke dorpsgemeenschap, hè? Ja, dat vind ik ook, Sinterklaas. Ja. Zal ik eens wat zeggen? De burgemeester heeft daar net ook al iets van gezegd. Burgemeester, kunt u nog even snel herhalen wat u net zei? Om Sinterklaas welkom te heten?
Nou ja, ik zei net ook, ik weet zeker dat Sinterklaas Liemde niet overslaat. He, ondanks dat de wind door de bomen waait. Het is prachtig, Sinterklaas is Sinterklaas toch hier. En dat doet hij, omdat hij vindt dat het zo'n geweldige gemeenschap is. Ik heb net al even verwezen naar het bord daar. He, de samenloop. Hoe goed kunnen mensen voor elkaar zijn? En dat is deze gemeenschap. Dus ik vind dat deze gemeenschap voor zichzelf een groot applaus verdient. Nou, dat vind ik ook hoor. Heel hartelijk dank, mijn gemeente. Nou, Sinterklaas, daar beginnen wij mee. Met een groot applaus voor Liemd. Kan niet beter, toch? Kan niet beter. Nee. Nou, dat vind ik ook. Hey. Maar wat een lieve kinderen allemaal hier, hè. Mooi verkleed. Oh, 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 oh. Dat doet een steeds heel goed. Maar, Ruud, Hoofdpiet, luister eens. Zou jij niet eens, Ruud, heerlijke, lekkere pepernoten willen lezen? Want, wat is het? Die Ruud is vandaag zo enthousiast. Ja, maar Sinterklaas is niet goed voor de lijn, hè? Maar ik lust ze wel. Wat zeg je nou? Pepernoten op. Pepernoten op. En pepernoten van 500 kilogram. Oh. Ja, Sinterklaas, ik heb het net al een beetje gehoord van Bakpiet, maar ik durfde eigenlijk niks te zeggen, maar volgens mij klopt er iets niet. Ik zou eens zeggen, Piet Bakker, kom jij eens bij de zin. We moeten Bakker Piet hebben, kunnen jullie hem roepen? Bakker Piet! Oh, Sinterklaas, kijk eens daar! Volgens mij komt hij eraan! Oh jee, met twee hele grote pepernoten. Oh jee, oh jee. Ja, dat denk ik ook, Sinterklaas. Oh, Bakker Piet toch. Hier hebben we dan beste Piet Bakker. Zou jij mij eens kunnen vertellen wat er is gebeurd en wat heeft dat te betekenen, die twee hele grote pepernoten van 500 kilogram? Nou, Sinterklaas, ik heb twee hele grote pepernoten gebakken van 500 kilogram. Maar ja, als bakker, dan werk ik s'nachts en dan slaap ik overdag. En dan ben ik natuurlijk niet wakker als ik bij een vergadering zit. Dus ik heb hele mooie grote pepernoten gemaakt. Nou. Volgens mij klopt dat niet, Sinterklaas. Nee, daar geloof ik ook niks van. Maar, hou maar op, Piet Bakker. XXL pepernoten? Wat een onzin. Groot is echt niet altijd beter. Je kunt beter genieten van iets wat dan misschien wat kleiner is, maar wel lekker. Ja, veel te groot is niet te eten. Ja, dat natuurlijk is ook niet te eten. Dat vind ik ook niet. Nee, dat klopt. Maar ja, wat nu? Hoe gaan wij dat oplossen? Heeft er iemand een idee om dat op te kunnen lossen? Dat we toch pepernoten krijgen? Wie heeft er een idee om dat op te lossen? Wat hebben jullie voor idee? Kleine pepernoten bakken? Ja, maar hoe gaan we dat doen? Sinterklaas! Oh. Kijk daar! Daar hebben we Bakker Jos! Oh. Hey, Bakker Jos! Dat is Bakker Jos! Jongens, laat Bakker Jos maar eens even hier komen! Wat geweldig! Oh, wat kijk, geweldig! Hij heeft een hele fiets bij, Sinterklaas, met van alles erin. Nou, beste kinderen, laat er Jos eens even door. Geweldig. Wat is dat geweldig, hè, die Bakker Jos. En hij komt nog met een schaal met pepernoten, denk ik. Superbakker, hè. Hallo, Bakker Jos. Dag, Bakker Jos. Wat leuk. Maar vertel me nu eens,
hoe jij juist op het juiste moment hier bent met, zoals ik zie, echte pepernoten. Nou Sinterklaas, ik heb heel even mee moeten helpen, maar Hoofdpiet, Pablo, Pedro, Pietje precies, maar vooral Piet Bakker, hebben heel hard gewerkt en nou zijn alle pepernoten klaar. Proef je maar eens. Nou Bakker Jos, we hebben in ieder geval de aandacht van iedereen, toch? Ja, absoluut. Sinterklaas, proef maar eens. Nou Sinterklaas, ik ben benieuwd of Bakker Jos goed gebakken heeft. Nou... Heerlijk. Ja? Heerlijk. Nou Sinterklaas, ik denk dat u heel dankbaar bent aan Bakker Jos. Ja, dat is zeker. Heel fijn hoor. Bakker Jos, ik heb eigenlijk wel een vraagje. Kun jij mij het geheim van zo'n lekkere pepernoot vertellen? Ja. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Het is een kwestie van de goede verhouding. Meel en gist. En als dat klopt, komt het allemaal goed. Ik zal het dus precies vertellen. Als ik iets wil bakken, is dat geen probleem. Dat proef je meteen, want zo bakt er geen één. Want ik heb meel en gist. Ik heb meel en gist. Als ik iets wil bakken, is het geen probleem, want dan bak ik meteen. Dat proef je meteen. Zo, want ik heb meel en gist. Ik heb meel en gist. Hé, hey, Sinterklaas en Bakker Jos. Ja. Als je dat nou nog sneller achter elkaar zet, dan hoor ik daar een liedje in. Horen jullie dat ook? Ja? Kunnen jullie meedoen? Als ik iets wil bakken, is dat geen probleem. Dat proef ik meteen. Zo bakt er geen één. Want ik heb meel en gist. Ik heb meel en gist. En nou jullie. Als ik iets wil bakken, is het geen probleem. Dan bak ik meteen. Zo bakt er geen één. Oh, kijk, Zwarte Pieten, jullie hebben een briefje. Daar gaan we de muziek bij pakken. Nou, komt-ie. 1, 2, 3. Als ik iets wil bakken, is het geen probleem. Dat proef ik meteen zo, bak er geen één. Want ik heb meel en gist. Ik heb meel en gist. Als ik iets wil bakken, is het geen probleem. Dat bak ik meteen zo, proef er geen één. Want ik heb meel en gist. En meel en gist. Nou Sinterklaas, volgens mij is heel het probleem toch wel weer opgelost. En Bakker Pietje, volgens mij heeft Sinterklaas nog wel iets te vertellen aan jou. Ja, maar weet je wat, beste Ruud? Ik stel voor dat we nog eens een lekkere pepernootje nemen. En ik zou dus eigenlijk aan Fanfare Concordia willen vragen. Spelen jullie eens Lang zal hij leven voor onze Jos Bakker? Doen jullie allemaal mee? Allemaal meedoen, lieve kinderen. Allemaal meezingen, hè? Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Echt even nog goed. Dankjewel. Lang zal hij leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Oh, zijn leven. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hyper de piep. Hoera! Hyper de piep! Hoera! Hyper de piep! Hoera! Zeg Bakker Jos, jij komt met zo'n hele mooie bakfiets aangereden. Ja. Wat heb je er allemaal in liggen? Pepernoten. Pepernoten. 1000 kilo pepernoten. 1000 kilo pepernoten, Sinterklaas. Volgens mij mogen alle pieten bij Bakker Jos pepernoten gaan halen. Ja, natuurlijk. En geef ze me... Liefde en plezier aan deze lieve kinderen. Nou, dat is toch geweldig, Bakker Jos, dat gedaan, je daarvoor gezorgd hebt, hoor. Graag gedaan, nou, Sinterklaas. Mooi, dank heel je wel. Heel het probleem opgelost. Alle Zwarte Pieten hebben weer pepernoten. Ja. En heel groot applaus voor Bakker Jos.
Kan niet mooi. Nou, is dat niet leuk? Sinterklaas, ieder jaar vragen wij om even met z'n allen naar Omroep Dommeland te zwaaien. Maar dat gaan we dit jaar niet doen. We gaan dit jaar zwaaien naar de beste cameramannen van heel Liemt en Boksel. Dus draai maar even om en zwaai maar even allemaal naar onze Liemtse camera. Doei! Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Sinterklaasje, dag, 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 Sinterklaasje, dag. Houd eens Sinterklaas! Tot straks! Jongens, nogmaals bedankt voor het komen! En sowieso tot volgend jaar. Afgesproken? Wat zeg je? Nou jongens en meisjes, wat vonden jullie van de intocht? Leuk! Nou Sinterklaas, heeft u er ook van genoten? Ontzettend van genoten. En wat ben ik blij dat ik vanmorgen nog even hier ben geweest. Ja? Om dat filmpje te zien. Want ik vond het geweldig. En als je dan ziet hoe die kinderen prachtig kunnen zingen voor de Sint. Lieve kinderen, het was geweldig. Heel hartelijk dank voor. Nou, kijk, kunnen we volgend jaar weer allemaal applausje terugkomen? Een applausje? Heeft Sinterklaas een applausje verdiend? Ja, dat vind ik ook. Mooi, mooi. Saar, jij had nog een vraag of je wilt iets laten zien, hè? Kom eens even staan. Oh, moet het zitten? Wacht even. Wat ga je laten zien? Oh, een dansje. Nou. Oh, daar kun jij. Nou, dat is knap, Sinterklaas. Geweldig hoor. Nou, knap mooi gedaan. Mooi gedaan hoor. Wie had er nou nog een leuk werkje voor Sinterklaas? Ik. Leun, en jouw zus, hè? Femke, kom maar eens allebei. Moeten jullie allebei hier komen staan? Zo. Eerst Pleun, wat heb je gemaakt, Pleun? Oh, sorry. Een vlinder. Een vlinder van de Sint, hè? Leer dat allemaal stempeltjes in. Ja, heel leuk. Allebei de kanten hetzelfde. Nou, dat zie ik, ja. Kopje koffie, kopje koffie. Schoentje, schoentje, paardje, paardje. Heel mooi gedaan hoor. Ben het toch lief, hè? Goed gedaan. Die pluim. Mag ik hem meenemen? Nou, Piet. Goed bewaren hoor. En ik nog. Nou, Sinterklaas, Femke, de zus van Pluim, heeft ook iets gemaakt. Wat heb jij gemaakt, Femke? Sinterklaas zelf naar getekend. Heel goed gedaan, Femke hoor. Dat is ook heel mooi gedaan. Die mag ik ook wel meenemen. Ach, wat lief van jou. Heel mooi. Nou, wordt u weer verwend, Sinterklaas? Ja, zeker wel. Wie nog meer? Wil je toch aan Sinterklaas geven, Matthijs? Ja? Nou. Kijk, Sinterklaas. Dankjewel, lieve Matthijs. En waar kun jij lekker snoepen? Ik heb hier heel de tijd al gezien wat je buikje is voor. Geen buikpijn? Nee? Daar zitten wel pepernoten in van XXL. Geweldig hoor. Dankjewel. Had er nog iemand meer iets? Ja, Josje. Nee. Nou. Er was straks wel nog iemand die ze Sinterklaas wilde vragen. Wie was daar? Niemand. Niemand? Niemand? Oh, dat vind ik Sint ook niet erg hoor. Maar nou eentje. Kom maar snel. Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten. U weet waar u zit, hè, Sinterklaas? Ja. Oké.
Ik heb heel graag struif. En daarom kom ik ook zo graag naar Nederland. Struifrozie. En naar Liemde. En naar Liemde uiteraard, want daar is het. Ja, geweldig. Heel goed hoor. Nou, dat is wel een hele eer, hè? Lievelingseten van Sinterklaas zijn pannenkoeken. Nou Sinterklaas, wij vonden het heel leuk dat u hier geweest bent en dat u met ons samen de intocht gekeken heeft. Ja, ik ook. Zullen we afscheid gaan nemen van Sinterklaas? Ja? Pepernoot. Pepernoot? Ja, ja. Nou Sinterklaas, heeft u nog iets voor de kinderen, als ik heel brutaal mag zijn? Of zijn ze niet zo lief geweest vandaag? Nee, ze zijn al heel zoet geweest hoor. Oh! Dan moet ik mijn Piet aankijken. Nou, kijk eens, Zwarte Piet heeft een cadeautje voor jullie. Mama komt van Telt met vast houden van de stad. Dat kan ik cadeautje. Oh, Sinterklaas houdt hem zelf vast. Mama. Sinterklaas heeft hem al zelf, jongens. Mama. Ga maar weer zitten. Nou, dan ben ik benieuwd, lieve kinderen. Ja. Piet. Zou er voor mij ook een cadeautje tussen zitten? Ja. Ja, denk het wel. Ja? Ik ben benieuwd. Mijn cadeautje staat hier. Zie je? Wow. Oh, oh. Heel groot cadeau heb ik gekregen. Nou, nou. Ik ook. Pepernoot. Hey, we pakken het pas uit als iedereen een cadeau. Doe even wachten met uitpakken. Doe het eigenlijk allemaal tegelijk. Ja? En maar tijd toch, hè? Pepernoot. In een oog, hè? Oh jee, dat moet niet hoor, jongen. Een heleboel pepernoten. Een heleboel pepernoten, ja dat klopt. Er waren heel veel. Ik heb een jou. Volgens mij heeft Sinterklaas er genoeg in de zak gedaan. Ja, Sinterklaas hier toch. Ja, ik heb ook een snoepje. Nou, volgens mij heeft iedereen of niet Piet? Oh, nog drie. Zullen we dadelijk tot drie tellen? En op drie mag je dit cadeautje openmaken, goed? Oh, ik krijg er ook één. Tadaa! Nou, let op. 1, 2, 3. Maak maar open. Zo voor de verkeerde. Maak eens open. Oh, voor meisjes. Oh, dan doen we straks even met Sinterklaas vragen of die kunnen ruilen. Goed? Ja, en een heel voor jongens. Ja. Ik voor jongens. Dit is ook voor jongens. Ik voor meisjes. Ah, heeft de Piet niet opgelet? Pietje, ik heb niet opgelet. Ja, kan gebeuren, Sinterklaas. Pietje. Alles wordt opgelost. Matthijs, kom, kom. Moet jij heel even hebben. Kom eens. Niemand. Jongens, ik denk dat Sinterklaas er vandoor moet. Weet jij dan een liedje wat ze kunnen zingen, Matthijs, als Sinterklaas gaat? Wat dan? Dag Sinterklaas. Kennen jullie die ook allemaal? Ja. 1, 2, 3. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Sinterklaasje, dag, 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 dag. Dank. Dank Sinterklaas. Doei. Nou jongens en meisjes, is het toch nog geweest Sinterklaas? En hebben jullie allemaal een cadeautje gekregen? Willen jullie er thuis mee gaan spelen natuurlijk? Zullen we even afscheid nemen van al onze kijkers? Samen even naar de camera. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Komt ie. Doei.